en dan zo goed terugkomt. Moet u natuurlijk afwachten op langere afstanden, maar die 500 heeft hij vast in ieder geval staan. En dat is een begin van een klassement. Ja, er gebeuren toch verrassende dingen op die 500 meter. Buljajev, Hatjev, Adenberg, Shulga, die daar goed staan. Maar dan ineens die Gustafsson die zich daarbij voegt. En dan Ildar Garayev. Ook weer uit de Sovjet-Unie. Tegen Fabio Monti, de Italiaan, de tweede Italiaan. Want vanwege de successen van Siegel mag Italië twee deelnemers laten starten op het Europese kampioenschap. Garayev is zelfs laatste rust toegevoegd aan het kwartet Russische deelnemers. Hij stond lang als reserve te boek, maar uiteindelijk hebben ze toch hem de voorkeur gegeven boven Jermolin. En eens kijken of dat ook blijkt. 10-25 is voor Monti. En vergist u zich op de 500 meter niet in die Monti. Vorig jaar op het Europees kampioenschap werd hij op deze afstand tweede. Pakte hij de zilveren plak op de 500 meter. Ziet er niet slecht uit van Monti. Garayev een beetje, ja, dat even dat misslagje, dat is dan weer jammer. Maar toch een mooie tijd. 38-80 voor Monti. Maar daarmee blijft hij van het zilver natuurlijk ver verwijderd deze keer. 38-85 voor Garayev. Het is in ieder geval duidelijk dat Heerenveen snel is. Er worden veel persoonlijke records gereden. We hadden misschien een snellere winnaarstijd verwacht.